wedstrijd is ongeveer een minuut oud. Het is een vrije trap voor Dordrecht met liefde achter de bal op deze zaterdagavond. Zaterdagavond een experiment. Groningen wil volgend seizoen veel meer wedstrijden op zaterdag gaan spelen. En geknoei met de eerste kans voor Dordrecht. Voor Langerak. Geknoei in de verdediging van FC Groningen. Van Tichelen. Met ruimte aan de zijkant en veel ruimte voor Romeo Woude. Romeo Woude en de bal ligt erin. En Dordrecht neemt snel in de wedstrijd de leiding. De geïmproviseerde verdediging van FC Groningen geeft veel te veel ruimte als Van Tichelen paast op Wouden. En Wouden gaat door. Lodewijks komt nog wel, maar is kansloos. En met het 11e doelpunt van Wouden leidt Dordrecht 90. Raymond Berends is bij Groningen de centrale man. Hier is Bombarda voorin de centrale man met blauw. Schreuder en blauw. Voor het eerst een Groningse combinatie die ergens op lijkt. En de eerste onzekerheid bij Gal, de doelman van Dordrecht. Maar dat is iedereen zo langzamerhand wel gewend. Zeker natuurlijk bij de eigen ploeg. Woude. Van der Merwe. Daar stond Hoop niet voldoende scherp. Goré. Lodewijks. Heel ongelukkig met dit contact, de Groningse doelman. Hulp van Boekweg kwam meer dan gelegen. Dit is geen buitenspel van Bombarda, want liefde was blijven hangen aan de andere kant. De kans voor Bombarda en de gelijkmaker. Binnen 10 minuten 2 goals. De uitbraak van Bombarda, die niet buitenspel was. Want verdediger Liefde was blijven hangen. En Bombarda maakt zijn reputatie als doelpuntenmaker waar. Het is zijn 12e van het seizoen en de gelijkmaker in de wedstrijd. En de kans voor Van der Merwe. Bal achter. Via Ebbingen, hoekschop. Eerste corner van de wedstrijd. Hoop komt tot een kopbal. Huizing. Sion is gestart. Is niet buitenspel. Romano Sion, breed gelegd. Bombarda 2-1. Goeie goal. 13e minuut. En het is Romano Sion die deze keer ontsnapt. En opnieuw niet buitenspel. En Sion, tegen zijn oude club spelend, is onbaatzuchtig. En geeft de gelegenheid aan opnieuw Bombarda 2-1. Admodicoro. Verspeelt de bal en Bombarda bezorgd bij Schreuder. Huizing komt en komt en die raakt buitenkant paal. Sion voor Groningen. En Bombarda. Groningen nog met 10 man, want langs de kant wordt geprobeerd om Huizing op te lappen. Bombarda vastgehouden door Wilsterman, maar dat mag niet baten. Berends. En daar een vrije strafschop. Vasthouden van Sion. Door Liefde. Geen twijfel mogelijk. Geel voor Liefde, die een schorsing tegemoet kan zien voor de wedstrijd van volgende week. Bombarda krijgt de gelegenheid tot een zuivere hattrick, maar nu ligt Gal, de doelman, in de weg. Huizing. Goré. Goeie beweging van Boudestein en de voorzet. Net niet geraakt door Sion.
of door Schreuder. Wel een hoekschop. Na die zwakke beginfase heeft Groningen de zaken dus aardig in de hand. Dit is de tweede corner. En daar komt Gal, die niet bij de bal kan. Blauw probeert Boudestein te bereiken, dat lukt niet. Schreuder dan. Zijn het. Dit is Blauw. Correcte bal afgenomen door Van der Merwe. Van Tichelen. Die bal die valt lekker, want die valt niet lekker voor Lodewijks. Die daar bijna in de fout gaat. Met Wouden in de buurt. Maar bijna telt in dit geval gelukkig voor Lodewijks niet. Poré. Bereikt Sion niet. Herkansing Poré aan de rechterkant. Is Schreuder en dat is goed gezien door Dien Poré. Goeie voorzet, Schreuder zei het net iets te kort. Via Van Tichelen een corner voor Groningen, de derde al sinds de rust. De eerste twee kwamen van Berends, deze komt van Schreuder. Goré. Hoekwet. Schreuder. Goeie voorzet en een goede redding op de inzet van Sion door doelman Gal. Sion raakte die bal op die voorzet van Schreuder toch heel getrukt. Maar Gal had het spel doorzien blijkbaar. Van der Merwe. Admonicoro. Geleidelijk aan vecht Dordrecht zich meer terug in de wedstrijd. En dit is een solo van Admonicoro. Die de bal neerlegt voor Langerak en die scoort. Het is gelijk. 15e minuut tweede helft. En Groningen begon na de rust heel sterk. Verloor geleidelijk aan de greep op de wedstrijd. En dan staat plotseling de solo van achteruit van Maarten Admonicoro. Die uiteindelijk afgerond wordt door Langerak. En het is 2-2. Liefde. Langerak. Daar is Van der Merwe en de redding door Lodewijks. En nog een redding door Lodewijks. En zo wordt voorkomen dat het leven plotseling weer heel kleurrijk en zonnig voor Dordrecht wordt. Wilsterman in de nek van Bombarda. Het is minuut 22 van de tweede helft. Achter de bal Schreuder. Kopbal door wie anders dan Bombarda. Die een hoekschop vraagt en daar waarschijnlijk ook recht op heeft. Maar hij wordt niet toegekend. Ingooi door Boudestein. Bestemming Bombarda. Foré. Huizing. Gefloten tegen Liefde. En dat is dus een vrije trap voor Groningen, voordeel Sion. Dat zal de nodige commotie geven. En de gelegenheid voor Erwin Koeman om te laten zien waarom hij zojuist binnen de lijn is gekomen. Alles is er klaar voor. Nu de uitvoering nog. Koeman laat het. En Goré schiet over. Hoop. De bal bijna bij Rook. Wat heet helemaal bij Rook dankzij Hoop. En Hoop. Bal gestopt door Lodewijks. Dat was de kans voor Dordrecht om
waar het 2-2 wilde nog 2-3 te bereiken.